mensen van Biome Town, ik ben Rick van Serpent Gameplay en aangezien de mindfuck van vorige week, de Stanley Parable, zo goed beviel, gaan we vandaag een nieuwe mindfuck game doen, namelijk Empty Chamber. Meer daarvan na de intro. Oké dan, Empty Chamber. Ik heb eigenlijk geen idee wat deze game inhoudt. Ik heb echt een heel klein beetje gameplay gezien. Net als de Stanley Parable, dat je weer terug moet lopen. En de logica slaat nergens op. En mijn hersenen, ik wil niet even te veel praten over mijn hersenen. Maar als ik iets niet kan hebben, is het dingen die niet logisch zijn. Dat kan ik gewoon niet verwerken. Oké, ik moet dus springen. Oké. Tot nu toe is het meer gewoon een uit de hand gelopen LSD trip. Dus dat gaat nog goed. Dat kan ik nog wel hebben. Oké, klik hier. Nou, vooruit dan maar. Falling to succeed does not mean failing to progress. Oké. Het vallen hoort er allemaal bij, jongens. Het is vallen en opstaan. Of gewoon alleen vallen en dan verder lopen. Oké. Klik hier. Oké. Nog een mooie hint zeker. Some paths are clearer than others. Oké dan. Net de Stanley Parable. Kies een kleur. Nou, dit ziet er sowieso heel raar uit. Kijk maar, deze trap. Dat is best wel een rare trap. Ik ga voor de rode. En dan kom ik dan weer voor dezelfde trap. Ja, natuurlijk kom ik weer voor dezelfde trap. Zal ik gewoon nog een keer de rode kiezen en dan gewoon drie keer de rode? In de Stanley Parable koos ik drie keer de blauwe. Dat ging wel... Ik zou gewoon de blauwe nemen dan. Nee, het wordt me aangeraden momenteel. Oh god, nee. Als ik nou weer terug... Wedder dat ik gewoon terug moet lopen? Oh shit! Ik wist namelijk al dat er zoiets een keer was. Dus bij twijfel, loop terug. Gaat nog goed. What the fuck is dit? Laser? Oké. Interessant. Escape. Ik druk op escape. If you don't like where you've ended up, try doing something else. Nou, oké. Oh, ik kan gewoon weer naar dat punt toe? Oké, ik vind... Oh, god. Ik snap er nu al de ballen van, jongens. Oké, ik ben nu hier. Ah, ik denk dat ik wat goed heb gedaan. Hallo daar iedereen. What the fuck is dit? Serieus, wie de fuck heeft deze game gemaakt? What the fuck? Hallo? Ja, E, L, I, F, E, L, Vel. Valley. Valley. Life! Ik denk dat je er life uit kan puzzelen. What the fuck? What the fuck is dit? Jongens, wat? The fuck is dit? Serieus, wat voor drugs heeft het maken van dit spel op? Allemaal? Waarschijnlijk? What the fuck? Er moet ik kan vast in een van deze dingen of zo. Want het is allemaal perspectief, jongens. Het is allemaal perspectief. Dat is een mooie klok. Dank je. Dank je, Rick. Heb ik echt veel tijd en moeite ingestopt. Oh, jij bent een winnaar. Jij bent ook een winnaar. Jij bent een beetje verdrietig. Je kunt niet allemaal... Oh, ik heb het gevonden. Nice. When you absorb your surroundings, you may notice that you didn't... Things that you didn't see before. Oké, cool. Nou ja, boeien, ik negeer de tip maar gewoon... Oké, dit is... Oh god. Oh god, ik ga maar gewoon een willekeurige kant oplopen, want hier logica in vinden is toch veel te moeilijk voor mij. Ben ik weer terug bij af? Oh, dat zat er zo aan te komen. Verdomme. Ik kan logica volgen, dat zegt als je iedere keer gewoon de muur volgt, dan kom je er uiteindelijk uit. Alleen ik weet niet of dat uitkomen, dat betekent dat je weer bij het begin bent. Ja, ik loop me tegen een wand aan, dat heeft geen zin. Dat is een trucje, als je in een grot zit, gewoon je hand op de rechte muur leggen en dan gewoon blijven volgen. What the fuck is dit? Ze zeggen, neem je omgevingen op. Dus er is vast iets hier te doen in de omgeving. Er moet iets te doen zijn hier. Dat is sowieso het hele doel van het spel. Maar misschien moet ik gewoon weer terug? Oh nee, dit gaat nog goed. Dit gaat nog goed. Er moet iets te doen zijn in het rare doolhof van kleuren. Zou ik gewoon proberen zoveel maar bij de zwart-wit? Ben ik nou sowieso weer terug bij af? Verdomme! Wat is dit? Jongens! Oh, ik haat dit nu al. Nee. Oh, god. Hallo, mevrouw. Hoe gaat het ermee? Ja, ziet er goed uit, hè. Prachtig. Oh, dit pong. 3D-pong. Fantastisch. Dit heb ik niet eerder gezien. Als ik kijk, dan beweegt hij niet of zo. Hij beweegt dan als ik naar hem kijk. Oh ja, cool. Dan zal ik daar eventjes mee helpen, toch? Ja, nu staat hij stil. Oké. We gaan dit blokje dus eventjes helemaal het level doorkijken. Want blijkbaar doet dat iets goed. En als dingen goed gaan, dan horen wij daar graag bij. Als Biome Town zijnde. Oh, sorry. Ik was eventjes... Nee, sorry. Dat is een klein foutje.
Kleine foutjes moeten kunnen. Waar gaat dit eigenlijk helemaal heen? Waar doe ik de moeite voor? Want ik heb geen zin om dit hele blokje door het hele level heen te begeleiden. Ik vind het wel gezellig, blokje, maar ik heb grenzen. En jij hopelijk ook, want je bent een paars blokje en ik betwijfel jouw seksualiteit. Oh my fucking god. Oh my god. Mijn vest zit raar. De ene schouder is wittig en de andere schouder is blauwig. Zo, fashion statement is gemaakt. Serieus, heeft dit nog een einde of ben ik nu gewoon kansloos een blokje aan het duwen? Dat is eventjes de vraag. Ik zou even kunnen kijken of het een einde heeft misschien. Iets van logisch en misschien dat ik het de andere kant op moet duwen. You don't, I don't know. Oh, daar is een balk. Zag je dat? Oh, daar gaan we hem induwen. Ik weet niet of het de bedoeling is. Ik ben waarschijnlijk hier flink mijn tijd aan het verdoen. Maar misschien, misschien wel, hè. Je weet het maar nooit. Ja, dit is het moment waar je wil skippen, jongens. Skip de video over 2 minuutjes vooruit. Dan bespaar je 2 minuten van je leven. In 2 minuten kan je... Wat kun je eigenlijk doen in 2 minuten? Afwassen, een klein deel. Je penis wassen. Plassen. Hoe vaak plas jij per dag, kijker? Hoe vaak plas jij per dag? Denk daar maar eens over na. Terwijl ik dit rare, obscure, roze, paarsachtige blokje vooruit duw in de eeuwigheid van het verdriet van de oneindigheid. Je snapt wat ik bedoel. Het is gewoon saai, eigenlijk. Kort samengevat. Het is fucking saai. Oh ja, als ik vast zit, kun je op escape drukken. Dat is altijd handig. Kan hij hierin? Nee. Oké, er moet iets gebeuren op het einde. Anders ben ik gigantisch teleurgesteld. En huil ik een beetje. Please, laat er iets gebeuren met dit blokje. Please. Yay! Wat nu? Deze kant op, denk ik. Ga deze deur nou iedere keer dicht als ik erbij ben? Sowieso. Ik denk dat ik nu terug moet. Oh, what the fuck? Oh, cool. Nee, huh? Gaat die deur nou sowieso iedere keer dicht als ik erbij ben? Of gaat die soms ook serieus weer open? Ik heb serieus momenteel mijn twijfels over jou. Ik heb mijn twijfels over jou. Ga open deur. Maar is iedere keer als je kijkt. Ja, kijk. Je moet er... Oh, wat goed voor mij. Oké. A few steps backwards may keep you moving forward. Oké, cool. Cool. Nou, we zijn weer terug bij de LSD simulator. Goeiedag. Moet ik er achteruit doorheen lopen? Nee. Oh, ik ben wel de achterkant kwijt als ik nou weer... The fuck. Help. Heb ik nou weer dezelfde tip of heb ik nou wat nieuws gedaan? A window of opportunity can lead to new places if you are willing to take a closer look. Oké. Wat? Deze game, mensen, deze game. Het is allemaal zo cryptisch. Oké, dit moeten we kennen natuurlijk, hè? Dit moeten we ergens van kennen, gok ik. Ik weet niet, ik vind deze game is echt 1000 maal erger dan de Stanley Parable. Ik huil een beetje. Ik huil gigantisch. Hallo. Hij maakt wel grappige geluidjes. Grappige geluidjes zijn vaak grappig. Wat is ik nou eens omdraai? Haha. Nou heb ik je te pakken. Oh, het is gewoon een hele lange gang. Want ik moet het hele stuk ook weer teruglopen. Dus dan lopen we gewoon verder. Het is gewoon een hele lange gang. Zie je dat? Daar we er zijn nu. We wou ik net gaan omkeren, hè? Op het einde. Tenminste. Ja. Heb ik wat gedaan? Dan ben ik weer terug bij af. Dat is even de vraag. Look a little harder and you will find a way forward. Oké. Cool. Fan to see does not mean fan. Oh nee, ik ben hier weer. No. Oh, hey, dit heb ik serieus de vorige keer helemaal niet gezien. Ik dacht, hey, zwart. Nee hoor, dat is ook toeval dat ik dat gevonden heb dan. Nou, ik heb een pijlen ook. Pijlen zijn altijd goed. Pijlen wijzen mij de weg, jongens. Misschien kan ik hier ook gewoon recht doorlopen. Oh, wat? Oké. Dat is raar. Maar oké, we gaan weer verder. Hallo, piemel. Oh, het is eigenlijk een raket. Oké, goed. Venturing into the unknown can lead to great rewards. Oké, dan. Nou ja, ik... Oké. Wat doet dit ook alweer? Oh, goeiedag. Oké. The end may come before we were ready to get there. Oké, dan. Hey, kijk, daar is het begin. Ik heb nog 1 minuut 20 over en dan vergaat de wereld of zo. I don't know. Is het level 2 of zo? Ik zie wel iets wat op portals leidt. Ik vind het interessant. Ik vermaak me. Kijk. Huh? Die pijl was het. Oké, er is hier een pijl die zegt: ga naar rechts. Daar kan ik wel kunnen verzinnen, pijl. Dankjewel voor je tips.
Er moet een manier zijn om naar rechts te gaan, want die pijl zegt het. En heeft een pijl ooit gelogen tegen jou? Nee, want aan het wegen staan van die paddenstoelen. Van die leuke paddenstoelen. En wil die paddenstoelen doen? De richting aangeven. En die pijlen, die liegen niet. Serieus, ik zit hier even vast. Er staat nog wel een pijl. Wat is er nou niet duidelijker dan een pijl? Ik kan ook springen, misschien is het daar iets mee. Hallo? Ja, er staat een pijl. Ik kan niet de pijl gaan tegenspreken. Oh, er zit ook gewoon een exit hier. Life isn't about getting to the end. Nou ja, doodgaan is wel getting to the end, zou je zeggen. Ja, ik wel in ieder geval. Nou, we gaan weer terug. Kan ik niet gewoon hier stiekem even doorheen durpen? Hallo? Kom op. Wat? Er staat een pijl. De pijl is de grootste verwarring van allemaal. Er staat een pijl. Een pijl. Kom op. De pijl. De pijl? Dude, pijl. Ik kan ook gewoon weg hier, maar dat klinkt niet logisch, want ik ben ver. Nou, we gaan lekker bij het begin. Oh, je kan gewoon een plaatje kiezen. Oh, dat zijn alle tips die ik er nu toe heb, zo. Wel grappig. Wel leuk gedaan. Nou, waar wil ik weer heen? Waarom is dit een klikkende plek? Dat zijn waarschijnlijk plaatsen waar ik nog wat op te lossen heb of zo. Anders wordt het sowieso één groot drama. Hallo? Mag ik daarheen? Nee. Nou, dan ga ik daarin. Walk. Oh, de vorige keer zei ze toch jump? Ah, waarschijnlijk... Ah, haha! Up. Ik heb wel iets gevonden in ieder geval. Niks. Oké, nou, ik kan ook gewoon walken. Ik wil eigenlijk gewoon naar de overkant, maar dat is geen optie. Oh, er stond iets. Zo'n tekst daar. Kut, ik wil terug. I want to go back. To the future. Nou, we kunnen hier natuurlijk heen. Is het weer... Of ben ik hier al geweest? Ja, in principe. Ik weet niet, het is echt heel dol. Of ik ga weer terug naar het begin. Maar hier mag ik dus niet heen teleporteren? Oh, toch wel. Oké, cool. Failing to succeed does not mean failing to progress. Oké, cool. Ik heb de helft van die tips al. Dan wordt het helemaal zo vaag. Oh, ik ben hier beneden. Nou, dat is echt handig. Ja, daar kun je heen, dat wisten we. Dat is heel goed gevonden van ons, heel vernuftig. Weet je, deze game is een redelijke mindfuck. Ja, en dan moet je natuurlijk weer teruglopen, maar daar heb ik even geen zin in. Nou, we gaan dan weer terug. Omdat ik weet wat het beste voor ons is. Het is teruglopen, anders komen we er nooit. Tadaa, groen. Ik zou het knap vinden als je momenteel als kijker meer van deze game begrijpt dan ik momenteel doe. Piep. Dankjewel, piep. Nee, ik wil niet hier weg. Er moet een uitweg zijn. Nou, dan niet, hè. Escape. Ik was al bij de exit. Ik was dichtbij, jongens. Ik was ergens. Oh, ik kan hier ook gewoon heen. Oké. Ik ben helemaal niet naar rechts geweest, natuurlijk. Oh, dat was die ene deur waar je achter z'n voren doorheen moest. Hier ben ik wel geweest. Hier begreep ik ook de ballen van, zeg. Ik begreep overal de ballen van. Never mind. Oh, wacht, moest ik zoiets doen dat je de... Heb ik dat de vorige keer op die manier gedaan? Ja. Hey. Tadaa. Ik ben een magier. Je moet die rooms helemaal goed in beeld krijgen ofzo. En dan werkt het. Dan gebeurt er iets. Denk ik. I don't know where I belong. But ik vind dit best wel moeilijk. Vooral dit ook. Wat doe jij hier? Je hoort hier niet thuis. Ik wil weer terug naar het begin. Ik heb nu in één keer een kruisje daar. Daar draait iets en daar is Leap of Faith. Oké, maar ik zag hier wat onder staan. Dat zag ik eventjes gauw. Wow, dat staat me niet aan. Ik wil naar beneden. Oh, en er staat al up. Ja, daar kan ik even niet heen. Daar kom ik een andere keer wel uit, gok ik. Ik ga proberen... Kijk! Kijk eens aan. Op het moment dat je natuurlijk springt, dan kom je hier nooit overheen. Katada, jongens. Ik ben een keer wat aan het oplossen, hoor. Fuck jou, gat! Haha! Ik ben een winnaar. Oh, what the... What the fuck gebeurde zojuist? Taking the first step can be harder than the rest of the challenge. Oké. Is het de bedoeling dat ik deze muur niet zie? Want deze muur... Nee, dat is de bedoeling, denk ik. Ik weet niet. Wat? Wat? Wat gebeurt er? Iedere keer als ik naar die muur kijk, verandert die van vorm? Boe. Ah, nice. Ik heb het gehaald. Hey.
Wat gebeurt hier nou voor leuks? A dead end will only stop you if you don't try to move through it. Oké. Fly. Jongens, wat is dit? Ik ga gewoon een hele grote sprong maken, denk ik. Nou, dat deed het niet hoor. Nou, ik heb wel een tip gevonden. We fall down when there is nothing there to support us. Maar natuurlijk. Groen of blauw? Groen. Groen. Oké. Nou, dan niet echt groen. Het moet wel van twee kanten. Hey, daar is het app-ding trouwens. Oh, chill. Ik begin al wat verbanden te zien hoor. Ik dacht, misschien gaan die groene balken niet open, maar dat viel tegen. Nou, weer een hint. The path of least resistance is valid upon us. Oké, cool, cool, lijp shit. Deeltjes! Dan gaat hij vast iets gebeuren met een trap of zo. Als je nu terugloopt, komt die trap misschien? Oh, ik doe iets goed, 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 yay! We look out of reach. What looks out of reach may only be a few steps away. Ik dacht al, dit gaat omhoog, dan moet ik even heen. In principe, door juist heel onlogisch na te denken en een beetje te denken van hoe zouden de makers het bedoelen, kom je soms nog wel weer ergens. Misschien moet ik even iets weer matchen met de achterkant. Ja, je hebt niet zo heel veel opties van wat mogelijk is natuurlijk, hè. Ziet ook lekker getript uit. Kan ik dat plaatje vast even activeren vanaf hier? Nee, dat kan niet, Rick. Dat is jammer. Misschien kan ik hier ook niks doen, hoor. Je weet het nooit met dit spel. Je weet het, ja, nee, je weet het letterlijk nooit met dit spel. Ik wil graag... Wat is... Nee, ik wil daarheen. Nou, dan mag ik... Nou, misschien ik achteruit loop. Ik wil daarheen. Verdorie, nou wil ik terug en dan kan het niet meer. Verdomme brug. Nou, gaan we deze kant maar even op. Hallo, mijn beste deeltjes. Tinky, jij bent hem. Oh, fuck. Fuck die. Ze zeggen dat je eromheen kan lopen, maar dat kan dan misschien weer niet. Of misschien weer wel. Oh, kijk. Er gebeurt vast iets als je door deze muur kijkt. Hij is een beetje op een aardbol. Aha. De afstand van mij tot die bol heeft te maken met wat de bol doet. Zie je dat? Ballen disco. Maar wat heb je eraan? Dat is even de vraag. Wat hebben we eraan? Zie je eens of ik door de muur heen kan ofzo. Ik kan ook blijven klikken, maar dat doet ook niet echt gek veel. Daar is wat achter te doen. Even een tikje. Some paths are straightforward. Nou, dat klinkt goed. Daar ben ik dol op. Misschien als je door de andere kant van dit ding komt. Oh, dat is alleen wel grappig als je door de andere kant eromheen ging, dat er dan in één keer alles anders was, maar nee. Nou, als je zegt sommige paden gaan recht vooruit, dan loop ik gewoon recht vooruit. Nee, dat doet niet zo moeilijk over. Oei! De verborgen LSD-trip. Oké, nou, dankjewel voor de tip, broeder. Life has a way of pushing us in the right direction. Oeh, daar heb je de klokje weer. Oké, dan. Je kan ook deze kant op waarschijnlijk. The end. Oh my god, we gaan de Ender Dragon verslaan. Je moet, iedere video moet tenminste de Minecraft grap bevatten, jongens. Anders dan kan ik mezelf niet serieus en grappig vinden en al die dingen. Ik ga gewoon teruglopen. Ik gok dat ik weer een trap voor me word gemaakt. Hallo? Kijk een trap misschien? Oh, er was net een trap. Ik zag de trap. Verdorie. Oh, fuck. Dan ben ik weer helemaal beneden. Dat wil ik niet. Dat is niet wat ik wil. Was dat de laatste plek waar ik was? Nee. Verdorie. Into darkness. Ja, dan zou je zeggen dat ik weer deze kant op moet. Als dat plekje zo heet dat ik nog moet doen. Dan zou je toch zeggen dat ik hier misschien iets mee moest doen of zo. Aha, je moet iets hiermee gaan doen. Ietsje, pietsje, flitsje. Ziet er mooi uit, Rick. Dankjewel. Ah! Hier ben ik nog niet geweest. Dit is nieuw shit. Nieuw shit. Even kijken, hier ben ik wel geweest. Oh, dat was die ene kamer waar ik... Hey, ik sta een keer aan de andere kant van die pijl. Hoe doe ik dat nou weer? At times we need to view the world from someone else's perspective. Aha. Aha. Even een vierkantje erin pompen. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Het is hartstikke leuk. Zo voel ik me wel vaker bij dit soort games. Geen idee wat ik aan het doen ben. Hartstikke leuk. Huh? Net kom ik daar nog in. Ik zou zweren dat ik daar net in kom. Nou ja. Is er weer zo'n eentje? Nou, ik heb tenminste weer zo'n ding gevonden. Oh, die heb ik al gehad. Verdorie. Ah! Life isn't about getting to the end. Ah, daar ben ik hier weer. Gezellig. Heb ik nu iets hier veranderd of zo? Ik weet nu trouwens wel hoe ik die deur open krijg waarschijnlijk. Je moet iets hiermee doen. En ik ben heel slecht in dat perspectief goed krijgen. Zie je dat? Zuig erin. Zuig er de balskies in.
Ik vind ik het tenminste probeer. Vind ik een goede eigenschap. Spring, Rick. Spring en zing. Ah, ik heb hem. Toch? De kamer is helemaal groen geworden. Dat vind ik wel een goed teken. Alleen die pijl doen er... Hey, die pijl is weg. Hehe. En dan ga je terug en dan ben ik hier opeens weer. Wat? Ik ben aan de andere kant geteleporteerd. Jongens, mijn brein. Oh, dan moet ik hier natuurlijk even goed kijken. Anders dan mag ik hier natuurlijk weer niet in en shit. Hoe zet ik deze goed? Het is soms best moeilijk die kleuren goed zetten. Misschien moet ik even een hele andere hoek gaan kijken een keertje. Hallo? Ja hoor. Is pittig deze. Zet dan een pijl op, dat gaat nog goed. Hallo daar. Hallo, mag ik... Nou, die is in ieder geval dicht. Daar mag ik niet meer heen. Ik vind het nog knap dat ik na 20 minuten nog steeds een soort van voorwaartse pas heb in deze game. Wat is de bovenkant ermee te maken? Ik wil hier echt heel graag langs, alleen ik vind gewoon helemaal niks. Hier niet misschien nog zo'n... Aha! Daar gaat hem worden, jongens. Zo is je goed, toch? Ongeveer. Klein beetje, ja, zo. Hey. Perfect. Geen idee wat ik aan het doen ben, maar dat wisten jullie al. Ik wil graag hier langs, alleen ik vind geen enkele vorm van de oplossing. Waarom is die pijl iedere keer aan het... Kijk, hij gaat zo weg. Je zou zeggen dat het iets met timing te maken heeft. Of iets met de vorm van die pijl. Achterste voren erin. Achterste voren daarin. Waarom komt die pijl iedere keer opnieuw? Wat was de tip erbij? Venturing into the unknown can lead to great rewards. Oké dan. Ja, dat snap ik. Alleen het lukt alleen even niet om... Oh, misschien... Nee, geen pijlen daar. Ik weet dat je wil dat ik die kant op ga, en het spel wil niet dat ik die kant op ga, dus ja, dan kan ik die kant niet echt opgaan, vriend. Of doe ik de puzzel nou iedere keer verkeerd? Dat heb ik wat had, maar nee, het zal weer niet, hè. Nou, verdorie. Verdikke me. Oh, dan ben ik hier weer, ja. Die kant op? Nee, dat kan niet. Oh, wat, ik zie daar wel wit. Huh? Zie je dat? Ik moet hier doorheen kunnen. Even langs in ieder geval. Misschien als ik achteruit loop. Ik heb geen idee, ik doe ook maar wat. Ik ben in pure wanhoop momenteel. Ik wil eigenlijk niet resetten, want dan heb ik het gevoel dat ik aan het opgeven ben. Ik wil niet resetten, jongens. Ik wil niet. Even kijken, deze twee structuren moet je in elkaar flikkeren, toch? Maar dat kan helemaal niet. Ben er misschien controls die ik nog niet helemaal beheers of zo? I don't know. Waar moet ik heen van het spel? Het spel zegt, ga hier eens heen. Into darkness. Een draaidingetje. There's no way in. Nou, dan er is inderdaad no way in. Daar was ik net ook al tot constatering van gekomen, ja. Dat er no way in is. Hey, ik zag ineens een... Who is the way in? Mevrouw. There is no way in. Nou, oké, dan niet, hè. Ben ik al geweest, alleen ik hoop gewoon dat op een of andere magische manier het nog gered wordt. Die exit schiet ik in ieder geval helemaal de ballen mee op, zeg. Zo. Nou is de kamer in één keer weer niet groen. Nou, oké. Kijk, zo weer die dingen te matchen. Dan sta je in één keer aan de andere kant. Ben je hier weer? Loop ik misschien hierheen? Loop ik daarheen, wat niet kan? Nou ja, dan heb je hetzelfde probleem als eerst. Wacht, misschien moet ik deze fixen. Hey, iemand heeft me toegevoegd aan zijn vriendenlijst. Nou, bedankt man. Had ik net nodig. Ik zie de blauwe kamer. Dit gaat heel goed. Zou ik hem gehad hebben, denken jullie nu ondertussen? Even checken. Nou, hij doet het nog steeds goed hoor. Ik denk dat dit de blauwe kamer opent in ieder geval. Dat is dat ik ondertussen geconstateerd heb. Alleen ik moet hem even goed fittend hebben. Nee, ik heb niet zoveel keuzes, hè, maar. Ah! Ik heb hem. Shit, we hebben het gehaald. Woo! Try hard enough and you will get where you want to be. Tadaa, wat een mooi plaatje erbij ook. Ik ben zo gelukkig momenteel, het is me gelukt. What the fuck? What the fuck doet dit ding? Wat? Nou, dat was in ieder geval de great reward die we kregen. We hebben nu een straalding. Oké. Oh, er zit een blokje onder, wacht.
Ik wou net zeggen, dan kan ik waarschijnlijk dat blokje ergens anders plaatsen. En dan kan ik op die manier deuren bezig gaan houden. Oké. Okay. En dan plaats je dat blokje daar weer. Oh, vet! Haha, ik ben nu blokjesmeester. Hoe vaak werkt dit? Ik neem aan dat het niet door dat ding heen schiet. Of wel? Really? Oh, ik wou net zeggen, ja, dat leek mij ook niet logisch, nee. Nou, hoe gaan we dit doen dan, Rick? Meester Rick. Nou jongens, hier komt er toch een idee. Tadaa. Mag ik mijn blokje terug? Dankjewel. Zou dit op snelheid moeten? Dat lijkt mij niet. Nee. Nee. Met rijden zie je daar ook zo'n blokje aan de achterkant. Je kan niet terug, oké. Okay. Dit is een gedachteneuk, zoals dat heet. Hoe werkt dit, jongens? Ik heb een blokjes neerzetter. Dat is duidelijk. Ik heb een spiegel, waar ik niet doorheen kan. Of een glas, een glazen ding. Wacht, ik weet het al. Ik was even nadenken. Sorry als jullie me een idioot vinden. Hopelijk waren er een paar mensen die het nog niet hadden verzonnen om daar gewoon een blokje neer te zetten. Some doors will close unless we hold them open. Ja, wat jij zegt, vriend. En natuurlijk is dat blokje. Oh, cool. Blokje. Tadaa. Dan kan ik hem gewoon hierin zetten. Nou, dat gaat nog goed tot nu toe. Nou, blokje meenemen. Kijk, dit vind ik tof, dat met die blokjes trouwens. Vind ik tof. Oh, dan kun je door de glas kun je hem niet meenemen. Oké, slim. Bloep. Alleen, nu kan ik de trap niet op. Dat is niet handig. Oftewel, moet ik dan vanaf een andere kant? Of ik kan... What the fuck? Wacht, ik heb een plan. Nee, niet goed genoeg. Ik dacht, misschien kan ik een trappetje maken of zo van één blokje. Als ik nou dit tweede blokje ook mee kan nemen, maar dat kan niet. Wacht, ik heb een plan. Dit blokje erin. Nou, dit is slim hoor. Ik begin hier goed in te worden. Dit blokje eronder. Nou kan ik terug om dit blokje te halen. Het begint net portal te worden dit, qua logica. Vind ik wel fijn. Dat is logica die ik nog een beetje kan begrijpen op sommige tijden. Dan staan we erop. Tadaa! Woe! Het is gelukt! Het lukte! Oké, die deuren mindfucken. It's harder to progress if you're leaving things... Nee, ik wil dat blokje niet achterlaten. Please, kom mee. Nice, ik ga niks achterlaten vandaag. Oh, dit moet nu inderdaad wel een blokje achterlaten als het zo gaat, jongens. Huh? Ja, kan je deze kant eruit halen? Nee, oh, wat, die moet nu... Oh, ik snap het. Rick, wat ben je ook een idioot soms. Tadaa! En dan halen we dat blokje eruit. En dan, het middelste. Kan je deze blokje eruit halen? Ah! Slimme shit, Rick. Ik vind mezelf momenteel een redelijk genie. Ik heb zo'n lopen kut hiermee. En dan help ik eigenlijk een beetje door met die blokjes. En dan komt alles goed. Oké. Even een blokje neerzetten. Even een klikje doen. There are multiple ways to approach a situation. En wat doe jij hier? Je giet iets in iemands gezicht. Een drankje. Omdat je een gemene vrouw bent. Oké dan. Dankjewel voor die info. Wat gebeurt er? Ik zie wel dat die cirkeltjes gaan gloeien. Ik denk dat het niet echt uitmaakt in welk vakje ik hem plaats. Nee. Oké, dus ik moet gewoon even cubes verzamelen eigenlijk. Oké, nou, ik denk dat ik mijn cube nog even mee moet nemen. Gewoon een gokje. Ik denk dat die wel handig gaat zijn. En dan kom ik, wacht, dan kom ik zeker... Nee, wacht. Wacht eens eventjes. Ik moet zeggen, dat is mijn blokje zeker daar aan de achterkant. Goedemiddag, heren. Ik wil een keer door zo'n ding vallen. Please? Oké, dan niet. Wat doe ik momenteel? Is het een lift? Ah, ik wil geen lift. Nou, oké, vooruit dan maar. Een schilder en een bouwvakker. Oké. A path may not be right or wrong, it may just be different. Oh, wat ik levenslessen hier. Don't look down. Ik ga naar beneden kijken. Ik ga het doen. Wat, als ik nu terugloop, krijg ik misschien een achievement? Ja. Kijk, dat is goed, hè? Ik heb het serieus niet naar beneden gekeken. Science may be helping you more than you realize. Kijk, ik wil nu eigenlijk wel even naar beneden kijken, want er gaat sowieso ook wat gebeuren. Ah! Ik vind het, ik heb het wel gevoel. Some hurdles are too high to jump. Oh, god!
Oh, oh. Balkje, balkje, balkje. Oh, pak allemaal kleine blokjes. Maakt niet uit, maakt niet uit. Maak even een bruggetje of zo. Ik dacht, je pakt in één keer de hele balk op. Maar dit kan ook. Alternatieve geneeskunde dit. Geen idee wat de geneeskunde ermee te maken heeft. Maar dat vind ik gewoon. Want ik kan trouwens ook gewoon hier staan. Als je als een cowboy. Pieuw. Het is best wel cool om die blokjes te schieten, trouwens. Kijk, misschien als ik nu zo doe. Dakken wel red. Zo. Laat ik ook even een blokje meenemen. In ieder geval. Wacht, ik heb een goed plan. Al die blokken, gewoon zoveel mogelijk blokjes meenemen. Je weet maar nooit. Kunnen we altijd nog kijken of er nog een keer van pas komen, die dingen. Slim toch? Ik vind dit persoonlijk wat ik nu doe wel slim. Ik ben wel heel benieuwd waar ik heb uitgekomen als ik deed Don't Look Down. Maar waarschijnlijk kom je dan gewoon uit op een, word je weer gereset naar een van de kutpunt. Deze game is in ieder geval motherfucking geniaal. Want ik voel mijn brein gekieteld en verkracht. En dat is hoe ik me zou moeten voelen. Ik zou niet trouwens al die blokjes mee kunnen nemen als ik weer bij die puzzel uitkom van net. Dan heb ik genoeg blokjes. Ah, verdomme. Verdikke me. Ik heb wel een blokje meegenomen. Ik weet niet of het de bedoeling was, maar ik heb er een. Dig a little deeper and you may find something new. Oké, zou ik gewoon hierheen gaan? Neem ik wel mijn blokje even mee. Kom hier, blokske. Hey, deze kamer heb ik al een keer... Oh, kut! Oké, nou ik ben mijn blokje kwijt. Verdorie. Hey, gewoon... What appears impossible may have a very simple answer. Oké, en een beetje. How we perceive a problem can change every time we see it. Oh god, nee, ik haat perspectief. Oh nee, ik ben hier weer. Ik ben weer in het museum. Life. Hey. Jongeman. Wacht. Aan een van deze kanten ga ik een blokje kunnen pakken, of niet? Nee, toch niet. Goedemiddag. Hallo. Hier gaat niet zoveel gebeuren. Ik heb nu al dit ding. Ik denk dat mijn mogelijkheden wel flink zijn toegenomen nu. Ja, hier heb ik sowieso al de bal aan. Dit ging sowieso niet al te goed. Oh fuck, wat gebeurt er opeens? Dat was ik niet. Dat was Jan. Nee, terug. Ik weiger dit. Links. Nee. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Rechts. Ja. Achteruit. Wow! Ik denk dat ik iets goed heb gedaan. Rechts, achteruit. Nee, toch niet. Terug, links, rechts. Nee. Ja, ik heb iets goed gedaan. Woo! Gewoon open aankutten. If we never stop trying, you will get there. If you never stop trying, you will get there eventually. Nou, tuurlijk. Lopen. Het is waarschijnlijk waar je als een gat in de muur zit of zo. Nou, dit gaat natuurlijk oneindig door. Hey, een motiverend iets. Some choices can leave us running around in circles. Ja, dat klopt. Nou, merk ik nu. Zou ik gewoon een tijdje door blijven lopen? Ik geloof in deze keuze. Ah, nog eentje. Oh, net als hetzelfde weer. Oké, nou dan loop ik terug. In dat geval. Moet je zelfs een hele stuk weer teruglopen, dan ga ik waarschijnlijk de goede kant op. Nou, dan loop ik nog even door. Gewoon het feit dat ik twee keer dezelfde ding zie, betekent niet meteen de verkeerde kant op gaan. Ik laat je niet zo weer van de wijs brengen, jongen. Ik probeer je alleen maar te fucken. We komen er wel. Zie je, voor mij wordt het rondje steeds kleiner. Ja. Tada, ik ben weer bij af, of niet? Nee, je bent nog niet geweest. Raw persistence may be the only option other than giving up entirely. Nou, ik moet een keer naar het oog toe zetten zien. Hallo, groot oog. Oh, hij knippert naar me. Hoe werkt dit, jongens, met een knipperende oog? Hij knippert als je niet kijkt of iets in die richting. Ik moet hierheen van het spel. Dus oog. Hoe fixen we die shit, yo? Hoe worden wij goede vriendjes? Huh? Dat was de kant. Ja, dat was de kant van. Nee! Wat achteruit erin. Kut. Hoe doen we dit? Als je wegkijkt en dan bam! Oh god. God Jan Dikkie. Voor mij gaat het gelijk met die pijlen, of niet? What the fuck? What the fuck gebeurt hier, oog? Why are we tripping, bro? Kan je echt niet tegen. Oh, je bent ooit een blokje lopen duwen. Voor die kamer hierachter, waar ik nooit echt meer iets van gehoord heb. Dat was ook fucking raar. Oh, wacht, deze hele game is fucking raar. Laat maar. Allemaal blopjes op de muur. Allemaal blopjes. Allemaal raar. Allemaal gek. Oh, hallo daar. Nou, blauw zegt, ga die kant op en dan kussen en oh my god.
Wat moet dit nou weer voorstellen? Oh wacht, het hele spel staat nergens op. Zou je dat haast vergeten? Je wint! Jij verliest! Ja, daar ben ik al geweest. Daar heb ik niet zoveel aan. Nou, dan teleporteer we toch gewoon even naar het begin. Kijk, dit hele bord begint al lekker vol te raken hoor. 21, dankjewel. Welk punt in het spel willen we graag terug? Finding the seams. Nou, oké, het is dat je het aanraadt. Sinds wanneer is mijn ding zo trippy? Oké, absorb your surroundings. Misschien moet ik iets doen met... oh nee, ik was zo trots dat ik deze puzzel had gehaald. Verdorie. Nee, dan ga ik niet goed. Je moet wel in het groene blijven in ieder geval. Groen is goed. Oh, jongens. Ja, ik wou net zeggen, als ik die kant op ga, dan ben ik verloren. En als ik deze kant op ga, ben ik ook verloren. En het is gewoon het algemeen dat ik gewoon verloren ben. Deze puzzel maakt me fysiek en mentaal kapot. Helemaal. Dat is niet leuk. Dat is het. Ah, je moet je teruglopen. En nog een keer terug. Maar oneindigheid. Gewoon terug blijven lopen, Rick. En dan ben ik hier weer. Heb ik weer goed gedaan. Oké, nou. Hier komen er twee kanten op. Dan ga ik eens de andere kant op. Misschien verandert het wat. Let's find out. Ik hoop het in ieder geval. En dat zou fijn zijn. Ja. Some choices die... Dat is wel hetzelfde plaatje. Maar als het goed is... I don't know. I know that you know that I'm not telling this... Je weet wel. Dat is van Psyche. Psyche, heel leuk tv-programma. Wat ook een leuk tv-programma is. Abonneer op Serpent Gameplay. Link in de beschrijving. Hoe werkt dat oog? Verdomme. Ik weet hoe deze werkt, maar dat is niet leuk. Zomaar pijl. Don't tell me what to do. Wat zijn jouw geheime oog? Oh ja! Ik zag een gang. Mijn muis doet raar. Muis. Don't do drugs, muis. Sinds ik heel veel rondjes draai. Pirouetjes. Ik spring en ik rampenpam. Maak gewoon niks wijzers uit dit museum gebeuren. Dat is vooral een beetje een probleem. Ja, hallo knuffelende mensen. Heb ik alles eigenlijk al gecheckt? Niet alles, denk ik. Wel een groot deel in ieder geval. Check nog even alles voor het geval ik nog iets van een geheim vind. Alhoewel, ik denk dat ik alles nog een beetje af ben geweest. Ik zeg best wel vaak, alhoewel dat mag, alhoewel toch niet, alhoewel. Nou, ik geef het op. Ik geef het niet echt op, maar ik ga ze wel stoppen trouwens. Taking baby steps. I jump too far. Oké, dan probeer die eventjes. Dat was die, dit was die ene druk. Nee, kut! Verdomme. Nou, terug. Jump too far. Hier was dat toch. Er ging hier een brug komen als het goed is. Hallo? Zal ik gewoon vol vertrouwen naar de overkant lopen? Ja, mooi. Ja, nee! Je hebt me erin geluist! Ja, Rick, moet je springen, anders kom je niet... Oh, lol, ik ben dood. Nou, verdomme. Had ik kunnen zien aankomen, hoor, daar niet van. Oké. Hallo. Mijn naam is Rick. Ik hou van lamskoteletjes in jus. Hoe moet dit... Dat is een probleem, want op het moment dat ik spring, dan gaat het niet goed. Ik ga eens een van die blokjes opnemen of zo. Dit vind ik niet leuk. Want op het moment dat ik spring, ga ik dood. Verdorie. Oh, misschien als ik naar de muur toe ga. Ja, kijk. Ik doe het redelijk goed tot nu toe. Yay, overkant. Huh? Moet ik nou weer terug? Of was dat net ook al zo? We gaan gewoon even nog een keer terug. Hallo, brug? Ja, brug. Mooi. Lekker lopen. Beetje naar rechts. Lekker lopen naar rechts. Kan ik ook gewoon in één keer doorlopen eigenlijk waarschijnlijk al. Tadaa. Wat was hier eigenlijk mee? Ik heb hier helemaal niks mee gedaan in de hele tussentijd. De hele gemeene, algemene tussentijd. Daar is wel het einde, volgens het spel. I don't know. Nou, hoppakee. Oh, kijk, dat gaat lekker snel. Dat schiet lekker op. Haha! Nog steeds hetzelfde. Zal ik nog een keertje hierheen gaan, ben ik al lang niet meer geweest, joh. Je weet het nooit, hè. Oh ja, dat weer. Wat ik aan het zeggen, misschien kun je die groen even matchen. Kun je misschien wat anders doen. Anders wordt die kamer erachter natuurlijk groen. Dat is ook wel eens leuk. All we hear is Radio Gaga. Hoe vaak match ik dit ook? Ik ben echt heel slecht hierin. Had je misschien al door?
Ja, 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 ja. Bam. Of niet? Toch niet, hè? Toch weer niet wat het lijkt. Ah, bam. Tikkie, jij bent hem. Hallo? Oh, dat zag ik nog niet. The world looks different from the other side. It sure does. Oh my god, daar wil ik niet heen. Wil ik niks mee te maken hebben. What the fuck is dit? What the fuck? Hier zijn blauwe blokjes. Oh. Hadden we nog proberen je rug naar dingen te keren voor de zekerheid. Maar we gaan lekker de rare kamer in. Wat echt heel tof is trouwens, wat jullie even moeten weten. Een wolkenkamer. Wolkenkamer is... zeg maar, het ziet een beetje... Dit doet me namelijk heel erg denken aan een wolkenkamer. Het is een bak met alcoholdamp erin. En met andere dingen. En het is gewoon een bak met, zeg maar, zwarte vloeistof. En op het moment dat de straling doorheen gaat, wordt het heel even gauw wit en dat valt als een soort van poeder neer. Het is heel cool, want je hebt bijvoorbeeld bepaalde stralingdeeltjes en die gaan dan gewoon ploep en dan zie je ook een dwarrel. En dan zie je dus eigenlijk ook hoeveel straling er is. Het is één grote chaos van witte vlekken en strepen. En soms heb je dan een muon, dat is een heel groot deeltje, die komt denk ik, zrrm, en dan zie je een hele grote dikke witte streep. Zo van, oh, daar heb je weer een muon. Want die komen eens in de zoveel seconden, want die zijn redelijk zeldzaam. En ja, ik zou echt graag gewoon de hele vloer van mijn huis gewoon zo willen hebben. Van die stof. Dat zou ik awesome vinden. Oké. Okay. Ja, dan moeten we terug, denk ik. Denk ik, hoor. Noem me gekke Ricky, maar... dan hebben we terug moeten. Nou. Was hier niet iets mee? What the fuck zijn we aan het doen, jongens? Het is weer een van die dagen. Misschien is het iets met die roosters te maken met hoe we kijken? Oh, wacht, ik kan hier misschien... Ik kan wel hier een vierkant mee maken. Wacht, dan gaan we dat even proberen. Wacht, misschien nog eentje verder zelfs. Zo zie ik dat perfect. Vierkant, hartstikke mooi. Kan ik hier misschien nog iets mee? Nee, dat kan ik niet. Oh, hier zijn allemaal vierkantjes. Of maak dit vierkant, maak dit, dat lijkt het op. Nou, hoe dan, hè? Is dit wat je wil? Is dit wat je wil? Nee, hè? Heb ik hier wat aan? Nee, hè? Nee, heb ik gewoon niet. Misschien dat ik hier een blokje op moet zetten of zo. I don't know. Ik niet weet. Verdorie. Verdorie, jongens. Ik heb ook geen idee. Aha. Nee, we gaan met mijn kamer weer blauw. Nou, ook goed. Leuk, Tikkie. Jij bent hem. Ben ik hier geweest? Zo te zien wel. Hey. Hallo. Ik heb geen idee wat ik aan het doen ben. Is dit weer die ene? Nee, dit is weer een ander. Een ander! Lekker om in vage termen te praten. Of ben ik hier, of mij ben ik al een keer geweest. Maar I'm not sure. Ik denk het wel. Laten we gewoon lekker lopen. En dan zien we wel weer waar we uitkomen. Jolé, jolé. Het is donker hier. Jolé, jolé, jolo. Ik ben niet weer maar aan het beginnen. Daar heb ik geen zin in. Waar gaan we heen? Daar is nog een open einde. Impossible path. Nou, tuurlijk joh. Kom maar op. Oh, ja, dat was die. Oké, nou, dat is in principe geen probleem. Ik ga nu een keer hierheen natuurlijk. Oh, dat is al een plek waar je vandaan... Nog een keer impossible path. Nee, daar. What the fuck? Wat is hier het probleem in dan? Hier ben ik ook allemaal geweest. Hier kan ik wel overheen lopen dan? Nee, kutte! Misschien is dat later pas, zodat je daar wat voor krijgt ofzo? Dat gaan we allemaal zien. Het is wel een bron van veiligheid hier. Ja, dan moet je toch zeggen dat er iets van logica in moet zitten, hè? En hier ook. Alleen, ja, die zitten niet. Anders had ik het wel gedaan. Bedoel maar. Ik was al een keer ergens waar die gele kamer uitkwam, dus hebben we ook niet echt... Wacht. Zijn misschien die letters... Ik wou net zeggen, waarschijnlijk kun je die dingen pakken. Oké, dan. Oké, dat vertelt ons niet meer. Nou, zullen we gewoon een heel pad maken ervan? Nee, sorry. Sorry, ik wou je gewoon even neerzetten als deeltje, weet je wel. Ik zal gewoon even een paar neerzetten bij elkaar. Dan heb ik tenminste een... Ik ga proberen een platform... Nee, sorry. Oh, vet, je kan ook meerdere opnemen. Dat wist ik helemaal niet. Heeft het spel me nooit eerder verteld... Dat de x-aantal van die blokjes kan opnemen. Nou, zal ik springen? Kut! Het meest veelzijdige stukje vlees. Kut! Nou, dan doen we de what the fuck gewoon eventjes.
Maar dat kan dan weer niet zeker bij de what the fuck. Die heeft in één keer wel andere regels. Op zijn pettenpoep. We gaan alleen die puntjes opnemen. Nou, dan gaan we deze kant weer op. Maar mij helemaal niet uit hoor, weet je. Ik heb het wel naar mijn zin. Ja, ik kan in principe het hele pap gaan bouwen, maar dan ben ik lang bezig, weet je. Het werkt niet eens. Geeft hij nou sowieso oneindig letters? Ik heb namelijk niet zo heel erg zin om dit. Oh, kut, sorry. Pakken en neerzetten. Pakken. Ik kan hem gewoon heel, serieus een heel... Ja, dit, ik zou dit kunnen doen. Duurt alleen eventjes. Kun je over een enkel pad lopen? Dat is wel handig om even te checken. Voordat ik een dubbel pad ga maken en heel veel moeite erin stop. Oké, dit gaat nog goed. Hallo? Oh, dan mag ik in één keer geen dingetjes meer. Het zou logisch zijn, hè, als het dat mocht. Ja, dat mag niet, dat is logisch. Logische dingen mogen niet in dit spel, Rick. Wat een logica hier. Zo, ik moet... Oh, verdorie. Nou, dat wordt ook niks dan. Wacht. Wacht, ik heb een plan. Wat ik nou mijn dingetjes hier vandaan haal... en ze iedere keer naar de andere kant breng. Daar is nog niet, hebben jullie nog niet over nagedacht, hè, jongens. Zo. En dan breng ik ze naar het what the fuck pad. Zet ik ze daar neer. Oh, dat kan dus niet. Jammer. Jammer. Because I would have liked it that way. Ik denk dat ik hier ophoud. Aangezien ik nog andere dingen te doen heb. En ik zou gameplay is in principe 40 minuten. En ik heb het vandaag druk. Als jullie willen dat ik ooit nog een keer verder ga met deze game. Laat dan even een reactie achter. En dan kan je net zoals de Stanley Parable van vorige week gewoon verder gaan op mijn eigen kanaal. Als jullie zoiets hebben van Rick, what the fuck. Ik wil niet meer drugs. Stop. Dit is gevaarlijk. Dan... mag je video wel eens nog een like geven. En dan doen we volgende week gewoon een andere XO gameplay. En dan doe ik deze game niet op mijn kanaal. Maar dan kijken we deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Tot de volgende XO gameplay volgende week. Hopelijk misschien een klein beetje maandag weer een Rick's avontuur. Ik kan niks beloven. Tot de volgende aflevering van XO gameplay. Check jullie latertjes. Doei! Bye!